welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Kunstschatten. We zitten in het Geert Thijs Centrum in Stadskanaal en het wordt... Hallo, lieve, lieve Mimi. Ik wou zeggen, het wordt een lekker druk. Heeft het wat met naam? Jazeker. Moeder de vrouw. Nou. Ach, daar is moeder de vrouw. Jullie zijn broer en zus? Ja. En een familiestuk meegenomen dan? Ja. En allebei doodnieuwsgierig wat het is. En... Ja. Afwacht. En wat is het? Schilderijen. Kijk. Kijk. Ja, kijk. Ja, kijk. Wat is dat? Wie ben je, hè? Wat zijn er twee zelfs? Nee, drie. Nou, drie. Nou, laten we even eentje zien. Jongens, wat worden hier toch mooie dingen binnengebracht? Mag ik hier zomaar bij komen zitten? Ja, natuurlijk. Kijk eens aan. Wat leuk, u heeft een stok meegenomen. Ik heb een wasstamper meegenomen. Een wasstamper? Heb ik als kind voor mijn moeder ja. De lakens mee gestampt. Och, dat zal toch wel? Heeft u die lakens nog? Nee, maar de stampen wel. Begin 1900. Hij komt uit Engeland. Ach, wat geinig zeg. Heet officieel een vacuum cleaner. Vacuum cleaner? Yes. Hij zuigt een vacuum omdat er een knikker in zit. Er zit een knikker, Er zit een knikker in, die zuigt een vacuum. Dan kun je grote stukken wassen. Ik weet niet of je dat kunt zien. Kijk, als ik er een beetje mee rammel zo. Precies in het midden. Ja. Ik weet dat je het onzin vindt, maar precies in het midden. Wat bijzonder. Zeg, en gebruikt u hem tegenwoordig nog? Nee, ik heb nou een goede wasautomaat. Met garantie. En hier zit geen garantie meer op? Nee. Wedden dat die wasautomaat van u over 100 jaar op de stroot ligt, maar dat deze nog steeds bestaat? Nee, mijn wasautomaat mag 9 jaar meegaan. Dan wil ik een nieuwe. Dan wil ik een nieuwe. Maar ik heb nog een heel leuk strijkijzer. Een strijkijzer? Dat heb ik niet schoongemaakt omdat die gebruikt is. Hij komt langzaam uit het plastic. Ja, mag ik hem eens optillen? Want het lijkt alsof het een hele zwaar is. Ja, hij is massief. Zo. Hij is gebruikt. Nou ja, dat is wel te hopen natuurlijk. U gebruikt hem niet meer. Weet u ook wat voor materiaal erin ging om hem op te warmen? Kooltjes. Brandende kooltjes. Oké. Okay. Meneer, u heeft twee hele bijzondere... Ja, schilderijen zijn het niet eigenlijk, hè? Ik weet toch niet wat dat is. Nee. Daarom ben... Hoor ik een zacht buitenlands accent? Of? Ja, ja, waar dat klopt. Waar komt u vandaan? Zwitserland. Uit Zwitserland? Ja, ja. Hoe lang woont u in Nederland? Ik was 5 jaren. Maar Nederlands praten kunnen wij wel, hè? Ja, ja. Komen deze dan ook uit Zwitserland of komen die uit Nederland? Nee, die komen van Nederland. Ja. Van de vrouw zei. U bent getrouwd met een Nederlandse. Ja, ja. En vandaar dat u ook in dit land bent gekomen. Ja. Goeie keus. Zeg maar, uw vrouw heeft deze dingen al lang in de familie? Ja, dat is van opa, oeropa. En... Dat zit dus al heel lang in de familie? Ja, ja. Oh, ja. Oké. Ja. Hans, het is heel bijzonder. Het lijkt mij van stof. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Wat we hier namelijk voor ons hebben, dat is een portret van een keizer en een keizerin. China, midden 19e eeuw, dus periode 1850. De kwaliteit van deze beide zijdeschilderingen is echt werkelijk waar fenomenaal. Jij glunder ook van oor tot oor, zie ik. Ik vind ze echt werkelijk waar geweldig. Want wat ook heel erg mooi is, is het belang van deze portretten. Mm-hmm. Een keizer en een keizerin. Gezamenlijk in portret is natuurlijk al bijzonder. Maar ook de machtsverhouding wordt hier fantastisch neergelegd. Dit is namelijk het scepter van keizerlijke macht. Dus die symboliek die daar uitstraalt is fenomenaal. En wat wel een beetje jammer is, is dat je de tand destijds wat kunt zien. Ze zijn in de periode, en dat is ook logisch, met vocht. Ja. De huizen werden wat minder verwarmd vroeger. Hebben ze wel wat schade opgedaan. Er zitten wat vochtvlekjes in. Maar dat is dan ook ongeveer het enige wat je hier als nadeel zou kunnen benoemen. Want de kwaliteit van de gouache, van de dekkende waterverf, die is fantastisch. Hier is echt een kunstenaar aan het werk geweest. Lang geleden dus, midden 19e eeuw zijn? Ja, dan hebben we het nu over 170 jaar oud ongeveer. Zo. Oh. En als je dan al iets over een waarde wil zeggen, dan is de staat, die drukt een beetje de waarde. Maar ik denk toch nog altijd tussen de 600 en 800 euro dat daarvoor betaald wordt. Als per, dat... per stuk of allebei? Nou, ik denk als stel. Ja. Ja. Maar vanwege die symboliek, die sterke symboliek, zou dat bijvoorbeeld in een veiling zomaar hele grote verrassingen kunnen veroorzaken. Ja, dat is ook wel duidelijk aan de hand van de vraag.
halve. Daar ben ik. Ik zit te kijken naar deze prachtige ads van Johan Hemkes. En waar ik naar zit te kijken, hoe heeft hij in vredesnaam zo prachtig die rook erin gekregen? De rook bij de aardappelmeelfabriek. En ik denk gewoon dat hij dat met zuur, dat hij gewoon heeft zitten te vegen. Want daardoor krijgt het een heel mooi karakter, net alsof het wit gehoogd is. Prachtig stukje bedrijvigheid in de aardappelmeelfabriek. Waarschijnlijk Ter Apel en anders waarschijnlijk Gasselte Nijveen. Johan Hemkes, met name bekend vanwege het grafiek. Maar dit is een bijzonder stukje grafiek van de industrie in Groningen. En omdat het zo'n bijzonder stukje is, is hij waard ongeveer €250. Oh, kijk. Oh, wat, en met krantensnipsels. Ja, echt wel. Ja. Maar wat zit eronder? Er zit een gebakschaal in. Ja, je kunt wel even kijken. Mag ik eentje eruit halen? Ja, maar heel voorzichtig. Oh, ik ben heel voorzichtig. Moet ik kijken hoe voorzichtig ik ben. Kijk eens. Dat is echt van vroeger, geloof ik. Een Chinees bordje. Ja. En ik heb nog een boeddha erin. Ja. Hoe komt u hier aan? Heb ik van mijn vader en moeder gekregen. Oh, wat leuk. Dus ik ben heel benieuwd. En stond er toen een prijsje op of was het er toen al? Nee, dat stond daar gewoon in huis. Oh, dan krijg je ruzie. Ik leg hem heel voorzichtig er weer in. Dankjewel. Nou, ben ik niet netjes geweest? Ja, heel netjes. Dacht ik, hè? Ja. Bedankt. Succes. Hallo. Mooi. Mooi. En wat heeft u meegenomen? Ja, heel bijzonder. Een koperen brandblusser. Een koperen brandblusser? Ja. Heeft uw familie iets met de brandweer van doen? Nee. Mijn vader deed vroeger heel veel in antiek opkopen. En die heb ik geërfd, laat ik het zo zeggen. Die staat bij mij in de kamer bij de open haard. Laat eens zien. Dit is hem. Wat een grappig ding, zeg. En doet hij het ook nog? Want je kunt het hieruit trekken. Ja, je kunt het... Er komt een beetje lucht thuis. Dat is niet de bedoeling. Meestal water. Maar water, ja. Speciaal. Maar je moet vol doen. Ja. Maar dit is... Ik zou, als ik u was, toch even er wat water in doen. En dan ermee naar een taxateur. Verras hem. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, daar hebben we het stampertje dus weer. Stampertjes terug. En nou met de boos erbij. Ja. Een heel bijzonder ding. En ik wil toch nog even, want we hebben er nou een hoop licht op staan. U had het daar straks over een knikker. Zit een knikker precies in het midden. Kijk. Ja. Zie je dat zo? Ja, dat zie je zo rollen, hè, dat ding. En die zorgde dus dat je... Je hoorde hem ook zo, hè? Dat je hem vacuüm trok en dan... Een heel bijzonder ding. Hoe oud was het? Begin 1900. En als je ermee ging stampen, mee ging wassen, kwam hier weer het water uit. Ja, ja. Is dit een zeldzaam iets? Nee, het is een herkenbaar ding wat eigenlijk in heel veel gezinnen vroeger voorkwam. Wat we hier hebben is natuurlijk de voorloper van alle wasmachines. Ja. Toentertijd had je een zogenaamde balie of een wasstijl. Daarin werd het tafelkleed gedaan en vervolgens werd er gestampt. Die stamper die had middels dat knikkertje een soort vacuümwerking. En daardoor kreeg je ook echt dat je het vuil uit dat tafelkleed hield. Hier hebben we niet meer te maken met een lokaal gemaakt ding. Deze komt al van een industrie uit Liverpool. Staat er ook keurig op verwoord. Het is weliswaar van roodkoper gemaakt. Dus wel heel duurzaam gemaakt. Het ding is van begin 1900. En je zou er morgen de was mee kunnen doen. De markeert niet. Hij is 100 jaar, maar hij is nog steeds hartstikke stevig. Goed, hè? Hij is goed. En als u dat nou hoort, krijgt u dan ook zin om hem weer te gebruiken? En hetzelfde mee... Ik werk 4 dagen in de week. Ik heb geen tijd meer. 3 dagen. En nog over. Om te stampen. Ja. De waarde is helaas betrekkelijk €25. Dus dat is eigenlijk de koperwaarde en dan houdt het op. Als de koperwaarde, maar als je een keer zonder stroom zit, zou je hem zo weer kunnen gebruiken. Ja. Goed zo. Nou, wat we hier voor ons hebben, dat is een beeldje uit Papua Nieuw-Guinea. Staken nog. Dit is een beeldje, vermoedelijk uit de Geelvinkbaai, ongeveer uit 1900. Waarom kun je dat zeggen? Nou, daar ben poort typerende dingen van. Een van de dingen waar dat de gouden zaaikist is die staken neus die je hier hebt. Die staken neus met dat botje waar die deur loopt, die doorboring, dat is juist kenmerkend voor dat gebied Papua Nieuw-Guinea. Dit soort beeldjes wordt ontzettend veel verzameld. Er zijn gigantisch veel verzamelaars, met name in België, Duitsland, maar ook hier in Nederland. En vergelijkbare beeldjes
ben al mooi verkocht op veiling. Zo ongeveer tussen de 1000 en de 1500 euro. Dus dat is al wat voor zo'n tropisch beeldje. Ja, het zijn mooie zakken, zie ik. Verpakkingsafval. Ik geef voor u op de knie, mag wel, hè? Goed zo. Hoef ik niet te staan. Verpakkingsafval, het zal wel niks wezen wat erin zit, hè? Nou, dat weet ik niet, dat moet ik nog vragen, hè? Los in mijn kie. Oh ja, kijk, even zien ringers heb ik. Oh, ben er twee zelfs? Ja, nou, die een is, dat weet ik niet. Hoor. Ja. Is, zal ik hem helpen? Ja, ze zeggen dat dit een ringers is, maar daarom kom ik hier even vragen. Anders dan kan het weg. Oh, kijk eens. Ja. Nou, wie hebben een slijf? En dat is jouw slijf? Dat is mijn slijf, ja. Nou is dit de slijf van de slijf, daar staat ook wat in. Ik weet niet of je dat zo kunt zien. Kijk hier, weet u zelf wat daar staat? Alleen het onderste, dat is Koningsbergen. De bovenste kon ik niet goed lezen, maar dat weet meneer wel. Meneer? Daar staat in Robert Kleinstuber, schiffsmakler te Koningsbergen. En de vrij vertaald is dat? Nou, de naam van de scheepsmakelaar. Ja. En Koningsbergen, een plaatsje in het OC-gebied. Dit is namelijk een heel typisch product hier uit de streek, wat we hier heel veel zien. Een zogenaamde OC-lepel. Oostzeelepel? Oostzeelepel, ja. En het was zo dat de veenkoloniale zeevaart, ik heb ook begrepen dat die afkomstig is oorspronkelijk uit de Pekelaars. Ja. Dat is waar we dit soort lepels heel veel zien. Was georiënteerd voor een groot deel op het OC-gebied. Dat voer veel op OC, ja. Ladingen hout, graan enzovoort. Coasters, hè? Later coasters. Wat gebruikelijk was, als een kapitein een lading aannam, dan kreeg hij van de scheepsmakelaar een zilveren lepel. En de bedoeling daarvan was aan de ene zijde een soort relatiegeschenkje, zeg maar. En anderzijds een soort van ouderdagsvoorziening. We kennen uit boedels beschrijvingen waarbij in het kabinet aangetroffen werden wel 50 tot 60 lepels. En daarom dus is het zo leuk. Echt zeldzaam zijn ze niet. Ze zijn niet echt zeldzaam, maar je ziet ze eigenlijk alleen hier in deze streek. Ja. Maar heeft uw familie iets met de scheepvaart van doen gehad vroeger? Ja. Van mijn mans kant en ook van mijn ouders kant dus. Mijn grootmoeder, dat was Wering. En daar waren zeevaarders. Die hebben ook dus in de tijd van de Onidienlijn gevaren. Want in de oude Pekela waren werven. En daar werden die houten schepen gemaakt. Wist u zelf iets van het verhaal van die lepel? Nee, niet wat meneer verteld heeft. Dus, maar wel dat ze dus dat hij uit de OC-gebied kwam. Dat wist ik wel. Maar verder, want hij komt dus uit de familie van mijn schoonvader. Okay. Van de Meijerskant. En u heeft er één van of ook die spreekt? Nee, alleen maar één. Alleen maar deze ene lepel heb ik dus maar. Is daar een waarde aan toe te kennen? Je begon er net al. Ja, zeker. Dit soort dingen brengt op de veiling pak een beetje tussen de 100 en 170 euro. Enkel een uitschieter naar boven, als het een hele bijzondere inscriptie is bijvoorbeeld. En is dit een bijzondere inscriptie? Nee, dit is gewoon een normale inscriptie. Ja. Dus zeg maar 13 in een dozijn lepel. Ook de vorm van de lepel met de spatenvormige steel uiteinde is een veel voorkomend model. Dat houdt dus in dat hij gewoon weer de soep in gaat zometeen? Is nooit in de soep geweest bij mij. Als ik het wil weten. Een zogenaamde konkel. En hoe hebben we dit ding dan gebruikt? Nou, je had een vrouwer, en dan heb je het over de 19e eeuw, een halle stonde hoge kachel. Met aan de voorkant een deurtje waar je vervolgens de kettle in kon steken. Met als gevolg dat het wat er eerder uit was als je hem op kachel stond had, of in de kachel stond. Hier loopt ruimte overigens trouwens over om een pannetje op te zetten. Het wasrekje erom te houden en de komen werden afgewarmd. Dus vroeger waren ze zo gek nog nooit. Nou, hoe werd dit nou vult? Aan de bovenkant werd het vult met water. En hoe wist je nou dat voor de kookte? Op een gegeven moment begon dit klepje te klepperen. En dat noemen ze wel konkelen. Het woord gekonkel hebben we aan dit ding te danken. Weerde, vandaag de dag helaas niet zoveel meer. Weerde zal het link rond de 45 euro. Goedemorgen. Het was geen Rembrandt. Het was, het was geen, wat zonde. Ja, en nu, dacht ze nog. Draai me even om. Dan kunnen we even zien wat geen Rembrandt was. Dit was geen Rembrandt. Het schilderij zelf is van nul en geen allerlei waarde. Nou, hij schat het op een 200 euro of zo. Dus nou, hij gaat dus gewoon weer aan de muur. Nee, alsjeblieft niet. Nee, ik wil hem niet. Ik vind hem veel te somber. Hij is weg. Ja, hij is wat donker, hè? Ja, dat is het. Nou ja, we hadden wat aardewerk en dat was ook niet zo ouders verdacht. Okay. Maar het was toch leuk. Voordat het donker wordt, ik neem afscheid van u. Tot volgende week. Hoi.